9 minuten na 11 uur is het. En uh, Bernie is weer aangeschoven in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. We uh, zijn altijd blij als jij er bent. Ja, nou dat vind ik zo fijn om te horen. Ik ben ook blij als ik jullie altijd zie. Uh, we gaan het hebben ik over de nieuwe IOS 14. Zullen we daar maar mee beginnen ook meteen? Ja, het ja, ja, is goed. We hebben het net al even kort uh, tijdens de muziek erover gehad. Ja. ja. Dat, uh, groot... Er zitten een uh, hoop leuke dingetjes zitten er weer in. Ja. Maar of het echt functioneel is, dat is een tweede. Ja, dat is het, dat is het vaak. Hè. We hadden het uh, al kort net gehad over die nieuwe. Uh, ja, de, nou, sowieso is er dus vorige week een nieuwe update uitgekomen. Voor, eigenlijk voor elke iPhone vanaf de iPhone 6S. Uh, en ook voor de iPad is die ook uitgekomen. Ja, en voor de Apple Watch is een update uitgekomen. Nou, elke, elk najaar komt er zo'n uh, dus grote update uit. En, uh, maar al... deze is extra groot. Nou ja, deze laat wel echt wel wat, wat vernieuwingen zien waar we eigenlijk best wel aan toe waren de laatste jaren. Het ja. was weinig vernieuwing. Uh, nou het belangrijkste wat je ziet bij de nieuwe update is dat die best wel op Android aan het lijken is ja. uh, met de widgets die erin zijn gekomen de uh, widgets dat zijn die, uh, die apps die je openzet zoals het weer of je klok ja. of uh, ja je klok inderdaad foto's dat soort, dat soort apps inderdaad. En het mooie is ook dat je nu slimme widgets hebt. Dus de widgets passen zich aan aan het moment van de dag. Dus als jij ochtends wakker wordt, dan staat daar het weer. Als je smiddags naar je werk toe gaat, staat staan de maps alvast open. Dan kun je alvast zien waar je heen moet rijden. S'avonds begint het nieuws, dat je het laatste nieuws overzicht krijgt. Zover ben ik nog niet gekomen. Nee, Jawel, nee, ja, nee, maar nee, ik wel. Maar ik heb een zoon van 14. Oh, ja, ja, dat scheelt dus het voordeel. Nou ja, ja, dat was ook inderdaad waar we net even kort over hadden. Van je, had, je had je al goed ingelezen over de nieuwe functies. Wat, wat vind je zelf de mooiste nieuwe functie die je hebt gezien? Um... Nou, ik vind het overzicht vind ik wel heel erg, heel, heel erg prettig. Dat je gewoon kan zien. in één oogopslag. Uh, de, de agenda staat er bijvoorbeeld op. meteen bij mij en de klok staat erbij. Uh, die, oh, dat overzicht is wel. Maar ook dat is weer wennen. Alles ja. is wennen. Dus ja. al dit, dit soort dingen is ook weer wennen. En het tikken op de achterkant. Ja. Je kan twee keer tikken voor. Uh, ja. nou ja, weet ik veel. Dat is precies het probleem. Voor iets. Je kan ook drie keer tikken voor ja. ook iets. ja. ja. Ja, je kunt het kun je tevoorschijn halen of kun je het Siri laten openen. Of dat is eigenlijk is het een toegankelijkheidsfunctie. is eigenlijk voor mensen die wat moeilijker bij de knoppen kunnen komen. Die kunnen dan twee keer tikken op de achterkant. En dan komt dat in beeld. Uh, zo zit er ook nog iets in. Er zit ook geluidserkenning in. Uh, dus stel je voor de deurbel gaat, of de kraan loopt. Of uh, het gaat een alarm af. Er komt ook een melding op het scherm. Dus dan word je daar. Dadelijk... Of de hond blaft inderdaad. Nou, dat, dat kan je zelf instellen. Dat kun je zelf instellen. Dus je zegt, dit geluid wil ik dat hij dat herkent en ja. dan slaat hij dat op en dan kan je dat aangeven wanneer Klopt. je dat dan wat je daarmee wil. Ja, ik wilde het gisteren zelf ook aanzetten, maar ik kwam erachter dat dan Hey Siri uit werd gezet. Uh, dus dat werkt al op dat moment oh. niet. Dus dat, uh, dat herkent hij dan niet. En ja. dat uh, gebruik ik zelf nog wel veel tijdens het koken. Waarvan zeg jij van nou mensen die nog niet hebben geüpdate, doe dat snel, want dit is echt een hele fijne handige functie. Nou, ik, ik vind sowieso waar we het net over hadden het orde in het toestel. Uh, dus je krijgt eindelijk over. In je apps. Je hebt bijvoorbeeld best wel veel apps die je weinig gebruikt. Bijvoorbeeld de supermarkt-app van de Jumbo of van de Lidl of van de Albert Heijn. Mm -hmm. ja, die gebruik je alleen maar als je een supermarkt bent. Dan ga je niet thuis meer op de bank zitten. Die kun je nu gewoon verbergen. Die komen achteraan in de app-bibliotheek. En dan kun je ze weer terugvinden. Daar ben ik heel blij mee. Um, er is ook een widget die ik heel erg leuk vind. Uh, dat is de app-widget, uh, die past zich aan, aan het moment van de dag. Uh, dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat, wat ik je net vertelde. Dat je dat overzicht krijgt met het weer en zo. Ja. Heb je ook een rijtje met acht apps. En die passen zich aan aan jouw gebruik. Dus open jij ochtends altijd uh, Safari om het nieuws te bekijken. Staat Safari daar in beeld. Ik doe vaak mijn lampen verwissel ik van een kleurtje. Dus er staat nu nieuws ochtends. Dus hij gaat op een gegeven moment gaat hij leren wat jij veel doet. Ja, ja dat klopt. Hij ja. past zich uh, compleet aan. En je hebt zelf niet echt door dat het een widget is. Want het ziet er gewoon uit als een lijstje met apps. Ja, en, uh, klopt. Ja, ik, ik vind het echt een hele prettige functie. Ik wist dat niet. Is het ook een verbetering <laughs> voor de toestellen? Zijn ze er ook sneller van geworden weer? Ja. Uh, de, hij is even stabiel gebleven. Dus hij is niet, niet sneller geworden, maar ook niet langzamer. Dus ik mm -hmm. zie nog niet echt achteruitgang in de batterij of wat dan ook. En, en, en kijkt Apple nu meer mee met ons? Omdat we zeggen van nou ja, het toestel begint nu ook te leren. Dan kan je er ook vanuit gaan dat zij nou, meer dat van is, jou te weten willen. Dat wil. is inderdaad een goede. Ik was gisteren was ik bij familie thuis en ik begon heel enthousiast over IOS 14 te praten. En het eerste wat ze eerste wat, 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 wat uh, mijn zwager zei was ja. Um, ja, maar dan weten ze nog meer. Want ze, ze weten je appgedrag. Ze weten wat je doet. Op welk moment van de dag dat laatste ze zien. Ja. Inderdaad, ze weten, ze weten meer. Ja. Maar dat wisten ze ook al. Want de techniek zat er al in. Siri doet het op de achtergrond. Uh -huh. En gelukkig wordt alles op, op de telefoon los opgeslagen. In een losse chip. En niet in de cloud. Dus het gedrag wat je met je telefoon doet. Wordt alles versleuteld in de telefoon opgeslagen. En niet dat uh, hun het allemaal kunnen inzien. Maar okay. kunnen, ja, ik wil het zeggen. Kunnen ze erbij dan? Het is, een, het is een versleutelde chip. Waar het allemaal in zit. Oké. Okay, dus dus dat... In theorie kunnen ze niet bij. En dat was de discussie die ik gisteren ook had. Ja, als ze willen. Kunnen ze er altijd bij. Ja, maar dat weet je natuurlijk. Uh, dat is nou helemaal. Nou, ja. dat is deze maatschappij. Wat, wat zijn de vernieuwingen voor de watch? Uh, voor de watch zit de slaaptracking erin. Dus uh, als je straks gaat slapen, kun je je slaap bijhouden. Bij moet je wel je horloge omhouden? Moet je wel je horloge omhouden? Ja. Echt genoeg uh, batterij erin hebben zitten. Is irritant? <laughs> ja, ja. Ik slaap niet met horloge. Nee, om. nee ik ook niet. Er leg ik nog naast je bed neer. Ja dat vind ik ook. Maar ja, goed, dat, uh, ja. dan heeft hij dus geen slaapzakking. Nee, en verder moet ik zeggen ik met de Watch het een beetje tegen van vallen. Dat ik niet echt heel veel nieuwe functies heb kunnen ontdekken. Ze willen natuurlijk dat je een nieuwe 6 gaat kopen zo meteen, waar de nieuwe functies in zitten. Ja, maar ook daar zaten maar weinig functies in. Dat was oh. natuurlijk ook alleen maar de zuurstofmeter voor in je bloed die, er, die erin kwam. Dus dat, uh, dat viel allemaal wel, wel tegen. De iPad heeft ook wat minder vernieuwingen, want hier vorig jaar natuurlijk uh, een, helemaal een grote vernieuwing gekregen. Dus ja, we... ja, daar wil ik even op terugkomen. Uh -huh. De iPad heeft ook die, diezelfde, uh, diezelfde update. Uh -huh. Alleen dan heb je niet al die vakjes en uh, dingetjes en uh, dan is het heel beperkt. Klopt, klopt. Je hebt die widgets er wel in zitten. Uh, alleen ze zitten in een los paneel helemaal links van het ja, scherm. precies, als je naar links... Misschien dat ze het met de laatste later update gaan oplossen. Oké. Okay. We gaan het zo meteen hebben over fitness. Bernie Duin is nog steeds aanwezig. Ja, we zitten uh, ondertussen gewoon door te kletsen over, uh, over alle tech... die je op het ogenblik uh, naar voren schuift. Over fitness bijvoorbeeld, want uh, Apple komt met een fitnessdienst. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja, ja Apple uh, is zich behoorlijk aan het inzetten op de... De dienstenmarkt de laatste jaren. Daar willen ze dus veel geld aan verdienen. En ja, Ineens kwamen ze, uit, kwamen ze afgelopen week met een nieuwe dienst. Uh, Apple Fitness. Uh, dat is een dienst die we straks gaan krijgen op de iPad en op de Apple TV en eigenlijk op alle apparaten, zoals op de Apple Watch. Uh, dus we kunnen gaan sporten samen met Apple. Uh, vergelijkbare diensten die zijn er eigenlijk al. Je hebt... Uh, Fitbit, die een Fitbit Premium heeft. Dat is ook een betaalde sportdienst. waar wij, wij gewoon lekker voor de tv kunnen. Okay, even, even terug, een sportdienst. Wat moet ik ervan verwachten? Ja, het, het is een dienst waarin uh, de oefeningen op televisie voorgedaan worden. Ja. Uh, en dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld yoga zijn. Dat kan gewoon krachtfitness zijn. Dat kan cardio-achtige cardio-achteroefeningen zijn. Uh, dat kan roeitrainen zijn. Dat kan van alles kan dat, uh, kan dat zijn. Uh, en dat, dat, er wordt een programma in opgesteld wat je dan elke week kunt volgen. En er komen continu nieuwe oefeningen komen erbij. Oké. Okay. Uh, dus voor de mensen wordt die personal trainer, maar dan voor thuis. Precies. Gewoon Ja, precies. Moet je er een abonnement voor nemen? Moet je er een Apple TV voor hebben? Wat of kost het? Ook? Wat kost het? Ja, ja. <laughs> Kom maar op met de. Ja, 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 ja en ja. Um, je moet er inderdaad een Apple TV voor hebben, of inderdaad een iPad of een iPhone. Maar dan is het natuurlijk niet zo groot allemaal. Dus het is mooi om het grote televisiescherm te hebben. En het allermooiste is ook om er een Apple Watch bij te hebben. Uh, want dan wordt ook alles bijgehouden: van je conditie, van je hartslag. Ja, dat en dat is wel weer handig, hè? Ja, ja ze willen lekker en je moet natuurlijk te... de nieuwste Apple TV dan hebben, want op die oude werkt het niet. Dat klopt, ja. Dus ik kan het thuis ja. niet. Uh, kan, kan thuis en de niet, nieuwste Apple Watch, ja. want anders werkt het niet. Nee, nee dat, uh, ja. dat wel. Ja, ik vond het wel een opvallende keus. Uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Kijk, Apple is natuurlijk super veel bezig met gezondheid. Je hebt op de Watch heb je al de workout-app zitten waarin uh, alles bijgehouden wordt. Uh, je hebt die hartslagmeter erin zitten. Uh, maar ze gaan er wel natuurlijk een beetje buiten hetgeen staan, wat ze altijd deden. Dat is het maken van hardware. Maar dit is de manier hoe ze eigenlijk geld willen gaan verdienen. Er zit heel veel geld zitten in die dienstenmarkt. Ja. Uh, en om die reden hebben ze ook uh, vorige week een Apple One-dienst aangekondigd, waar al die diensten gebundeld worden voor 30 dollar per maand. Uh, en dan heb je alle al hun uh, pakketjes heb je in huis. Ja, je bent maar... heel erg enthousiast, of niet? Het is ja. weer een abonnement erbij, hè? Ja, precies. Hand... ja, We gaan natuurlijk naar de maatschappij toe waarin alles abonnementen wordt. Waar overal moet je gaan voor betalen ja. voordeel is, je kan zelf kiezen wat je wil en wat je niet wil. Ja. Het, het kan ook, het, het abonnement op de sportschool kan het uh, natuurlijk uh, opheffen. Ja, maar ja, dat, dat denk ik ik je, maar, maar, maar daar kom je nooit, want je hebt er de tijd niet voor. Je hebt nee. wel, maar aan de andere kant, de, de sportschool-eigenaren zijn er helemaal niet blij mee. Nee, nee dat snap ik. Ja, ja, dat snap ja, ik ook. Dat kan je nu op ieder moment doen, wanneer ja. jou thuis uitkomt. Ja, maar ik ben wel benieuwd hoe lang dit in stand houdt. Kijk, een sportschool is toch wel iets anders. Dan ga je toch echt heen en neem je abonnementen op. Dat doe je als goed dus standaard wekelijks. Thuis is dat vrijblijvender. Dus ik ben wel benieuwd of mensen dit nemen, of ze dit dan ook blijven doen, of dat het weer tijdelijk is. Ja. Ja, je ziet het natuurlijk ook op, uh, op de Switch van Nintendo, van die, van die games waarin je ook uh, kut fitness. We hebben wie fit een paar jaar terug gehad. Dat zijn allemaal dingen die ja. kort opkomen. En de vraag is: blijven mensen dit, net uh, dit hard doen? Weer weggaan. Ja. ja, precies. Aan de andere kant, je betaalt het per maand. Voor. Dus misschien dat mensen wel wat meer bewustwording erbij hebben dat ze het toch wel moeten gaan doen. We zullen het zien. Is het een revolutie of is het gewoon weer een leuke gimmick erbij? Ja, het is één van vele. Dit, dit voelt bij mij een beetje net zoals de Apple TV Plus dienst die ze nu hebben. Het is leuk dat het er is, maar het voegt nog niet zo heel erg veel toe. Ik denk dat het enige voordeel is dat ze alles gaan bundelen met elkaar. Dus dat Apple Music en iCloud Geheugen en Apple Nieuws... al die dingen straks één dienst zijn voor één bedrag... waardoor het wat betaalbaarder wordt. Dat is misschien het voordeel ervan. Ja, oké. Okay. Um, ben je er volgende week weer? Ik ja, ik ben er gewoon weer hoor. Gezellig. Zeker. Dank je. Tot dan.